Vele Amsterdammers zagen deze dagen een sierlijk motorjacht over de Amstel glijden in de richting van twee drijvende bokken die voorzien waren van speciale apparatuur om schepen uit hun element te lichten. Er was heel wat bekijks toen het 45 ton metende luxueuze schip de lussen binnenvoer en zo zichzelf strikte voor deze ongewone operatie. Langzaam maar zeker trokken de bokken het schip uit het water. Voor een waarde van 450.000 gulden bengelde even later in de lucht. Dat is namelijk de prijs van dit jacht dat de naam Caravelle draagt en dat door een Aalsmeerse werf in serie wordt gebouwd. Het bijna 22 meter lange en ruim 5 meter brede schip werd neergelaten op een 32-wielige wagen die voorzien was van speciale steunblokken. Wie mocht denken dat dit transport diende om het schip in een andere buurt weer te water te laten, had het mis. De wagen bracht het jacht naar het nieuwe RAI-gebouw, waar de internationale watersport, kampeer- en caravan-tentoonstelling Hiswa goed kamp wordt gehouden. Dat het verkeer te land voorrang moet verlenen aan een schip, is een bekende Amsterdamse pijn. Maar deze manier is nieuw. De Caravelle werd bij de RAI overigens ingehaald door een van de kleinere jachten, waarvan er tientallen op de Hiswa een plaats hebben gekregen.